altijd om te winnen? Ga je altijd om te winnen. Altijd. Niet te geloven. Echt geweldig. Ongelooflijk. Soms droom ik ervan om 10 keer wereldkampioen te worden, gelijk als mijn papa. Ze hebben van België een onvervalst motocrossland liever gemaakt. Samen is de familie nu al goed voor 14 wereldtitels. En zoals het er nu naar uitziet, doet de jongste daar misschien toch nog eens een pak erbij. Hier zijn Harry, Stefan en Liam Everts. Dag Liam. Jouw opa werd 4 keer wereldkampioen, jouw papa 10 keer. Hoeveel keer wereldkampioen ga jij worden? 15 keer. 15? Voilà. Meer dan de 2 tezamen. Ja. Je was 2 weken geleden was het in Amerika. Heel grote wedstrijd. Voor jonge gasten allemaal. En tweede meteen daar, als je dan thuis komt, wat zeggen de vrienden op school daarvan? Die vonden dat super leuk en toen was ik ook heel blij. Ja. En de meisjes? Werkt dat een beetje? Ja, dat werkt soms wel een beetje. En hebben ze de beker al eens gezien? Ja, ik heb hem dan maandag naar school gepakt. En dan maandag heb ik ook mee geslapen. Oh, leuk. Was echt als een knuffel met de beker? Ja. Super. Spijtig genoeg was hem wel van ijzer. Ja, dat wel. Volgende keer een plusje beker. Ja, de gouden bekers komen nog. Stefan, 9 jaar is hij nu en nu al zoveel talent. Bijna negen. Moet nog 9 worden. In augustus, ja. Ja, 6 augustus. Hoe was jij op die leeftijd? Kan je dat vergelijken? Stond jij ook al zo ver toen? Ja, dat is eigenlijk moeilijk te vergelijken. De tijd is zo veranderd. De multimediawereld is zo opengegroeid. En deze jonge gasten kunnen zoveel opvolgen van bijvoorbeeld Amerika. Hij zelf gaat dan ook heel veel mee naar de Grand Prix. Met een job als bij het KTM Racing Team. Dus ik ben nog heel actief in de motorsportwereld. En Liam gaat dan geregeld mee. Hij ziet dan al die toppers, like Tony Carioli. Dat zijn zijn vrienden eigenlijk op de motocross. En, ja. Dus hij ziet niet anders. En, maar jij bent ook zo opgegroeid natuurlijk. Ik ben ook zo opgegroeid. De tijd is veranderd. Ook de motoren zijn zoveel beter geworden tegen vroeger. Ben je nu een beetje aan het indekken voor het succes van uw zoon? Nee, toch niet. Het is allemaal leuk. Het gaat fijn en hij heeft talent en zo. Maar ja. Die wedstrijd in Amerika, het is een fantastische ervaring geweest voor onze hele familie eigenlijk. Want mijn dochter was er ook bij en mijn vrouw Kelly. Dus, en ook mijn vader was erbij. Dus we hebben een fantastisch weekend gehad, maar we zullen zien wat er van komt. We proberen maar dus 2 voetjes op de grond te blijven. Stap voor stap. En dat is ook onze taak als ouder om Liam gewoon realistisch te houden en te zeggen van kijk, dat is tof geweest. En we nemen het gewoon stap voor stap op. Harry, je zei het daarnet ook al, je ziet wel gelijkenissen, hè? Tussen Liam en tussen Stefan. Welke precies? Ja, je ziet gelijkenissen. Als ze in het rijden is, bijvoorbeeld van het gas open te draaien, het been op te heffen, de houding. Ja. Zeker de houding met de voeten, zeer belangrijk. En het staan op de motor. Dus dat ziet je allemaal terug. En dat heeft hem heel veel van Stefan. Ze hebben ook allebei hetzelfde rugnummer. 72, jouw geboortejaar. Ja. Is dat toevallig? Dat denk je dan toch niet? Ja, dat wilt hij. Hij heeft dat zo'n beetje gekozen, dat hij het nummer wil volgen van zijn papa. Ja. Ik heb dat niet van mijn vader gedaan. En vroeger was dat niet zo dat we vaste nummers hadden. Dat is nu ook zo die laatste jaren gekomen. Dat is part of the image, laat maar zeggen. Een vaste nummer, like Valentino Rossi, die herkennen we aan de 46. Ja. En zo had ik dan ook mijn handelsmerk, de 72. Stefan, jij bent een groot stuk toch van jouw carrière gecoacht en begeleid door jouw vader. Ga jij hetzelfde doen met Liam? Uiteraard. Voor mij, het is... Ik ben er nog dagelijks mee bezig van, is het wel de goede stap die hij doet omwille van de gevaren in de motorsport. Nu, ik heb mijn kans gekregen van mijn vader om te doen wat ik graag wou doen. En ik moet die kans ook aan Liam laten. Dus het is gewoon nu mijn taak om hem zo goed mogelijk te begeleiden en zo veilig mogelijk te begeleiden dat hij weet waar hij mee bezig is. En doe je dat op dezelfde manier als jouw vader toen?
Wel, ik probeer... Harry is nu al nee aan het schuiven. Ik heb veel geleerd van de begeleiding van mijn vader, sowieso. Maar ik wil het nog beter doen. Ik wil gewoon van de fouten die wij hebben gehad, en dat is vooral communiceren, dat ging heel moeilijk. Ja. Dat wil ik toch veel beter maken tussen Lee en mijzelf. Wat liep er fout in de communicatie? Ja, die fouten. Als ik Steven bezig zie, doet hij dat eigenlijk beter als mij, vind ik persoonlijk. Omdat ik vroeger zelf, als Steven dan een top reed, ik wilde altijd maar dat hij won en een tweede, dat was niet goed. Dan kwam ik al binnen, dan was ik al kwaad en ik was wel tevreden. Maar ik wilde nog dat hem nog beter was en hadden we... Het werd een beetje averechts op de buur. Ja. Met de vrouw dan nog tegen en enige zoon. En dan ging het er af en toe wel eens heel erg aan toe. Ja. Moet ik wel zeggen. Dat doet hij toch wel, als ik dat nu zie, veel beter. Allemaal iets rustiger allemaal. Wel, ik probeer effectief te werken. En, het is nu, ja, Liam moet nog veel genieten van zijn kindertijd. En het is allemaal maar speels en ik wil het ook niet te serieus. Van mij moet hij niet dagelijks gaan crossen of gaan trainen. Als hij wil gaan trainen, dan gaan we trainen. En als ik dat niet zie, dan probeer ik hem ook te zeggen van kijk, Liam, dat en dat. En meestal dan doet hij dat ook. Ik ga hem ook geen 10 dingen tegelijk zeggen, want dat werkt ook niet. Dus ja. Ik denk dus vooral stap voor stap werken en... Ja, 1 of 2 dingen maximum zeggen. En dat werkt goed. Stefan, werkt het goed, Liam, aan beschieden? Luistert goed. Je doet het met zachte hand. En ja, je gaat niet kapot van medelijden, laten we het zo zeggen. Allee, opheffen. Laat zien hoe sterk dat je bent. Ook die is zwaar. Een echte crosser heft hem zelf op. Mooi, hè? Vallen we nog staan. Mama. Een tafelaar. Zie je, ja, schitterend. Liam, is het een strenge coach, jouw papa? Soms is hem wel streng, maar soms is hem ook heel lief. Maar dat is het beste eigenlijk, hè? Ja. Ja. We hebben toch voor de zekerheid ook eens aan mama gevraagd of Stefan ook een strenge papa is. Hij is een strenge papa. En dan zegt hij altijd, bij u mogen die kinderen meer dan dat ze met mij mogen. En... ja, hij is een strenge papa. Een hele strenge. Ja, mag, hè? Maar ja, we moeten ze klaarmaken voor het leven. Dus het is nu dat we ze moeten opleiden als ze jong zijn. En ik vind het noodzakelijk om... principes in het leven vind ik heel belangrijk. En het leven is een harde strijd meestal. En ik zeg, ik wil hem daar zo goed mogelijk voor klaarmaken. Als hij op zijn eigen voeten komt te staan. En zeker als hij in het topsport wilt gaan treden. Het is een heel harde sport, de motocross. Het is een volledige sport. En je moet een stootje kunnen verdragen. Ja. En als hij echt die weg wilt inslaan, dan staat er nog heel wat te wachten. Ja, je hebt ook niet voor niets natuurlijk die 10 wereldtitels gehaald. Pakt iemand jou dat record nog af? Ja, dat is mogelijk. Hè. Tony Carioli staat op 6 op dit moment. En hij is nog vrij jong, 7, 28 jaar. Hij is een goede doen, een goede vorm. Hij heeft nog verschillende goede jaren voor zich. Dus ja, het is wel mogelijk dat hij dicht... Krijg je daar schrik van dan? Wel, nee, want ik ben ook wel een klein deel verantwoordelijk voor zijn succes. Omdat de machine waar hij momenteel mee rijdt, heb ik helpen ontwikkelen bij KTM, de 350. En daar heeft hij nu de laatste 3 seizoenen de titel al mee kunnen winnen. En die machine ligt hem gegoten. Dus ik heb misschien toch al een paar meer titels ondertussen in mijn tas zitten. Ja, op die manier. Maar onrechtstreeks, ja, ja. Dat maar zeggen. Eigenlijk. Onrechtstreeks. Ja. Ja. Harry, motocross, ja, blijkbaar, het zit wel ergens in de genen. Het kan niet anders. Het leven bewijzen is hier een driegeslacht, als het ware. Maar is er zo één iets typisch waaraan je meteen een Everts herkent? Iets wat je herkent bij jezelf, maar natuurlijk ook bij jouw kleinkind en jouw zoon? Ah, dadelijk, toen hij is beginnen te rijden, dan was het een beetje moeilijk voor dat dadelijk te zien. Want dat was, je hebt zelf gezien met vallen en opstaan. Maar nu hij al meer rijdt en... dan kun je toch wel punten uithalen, dus tot hij dat toch wel echt in zich heeft, dat motocross wat wij in ons bloed hebben zitten. Ja. En je ziet daar ook de punten wat ik al gezegd heb, dus de houding en zo, dat zit erin. Dat zit er en hij is ook altijd met die sport bezig, het is van klein spelend. En dat zie ik heel veel terug wat Steven vroeger deed. Ja. Dus thuis op de weide spelen, dan voetbal, dan weer met de motor. Nooit dringen daar naartoe voor hem later te trainen of moeten trainen. En,
hij doet dat soort zelfs en dat vind ik heel goed. En dan kan ik ook terugzien dat er heel veel zelfs in zit. Dus hij zit er wel echt in. Ja, dat kunnen we echt zien, ja. We hebben toch aan de mama van Liam, aan Kelly, eens gevraagd van wie de slechtste verliezer van het gezin precies is. Mari, heb ik nog niet echt een gezelschapsspel gespeeld, dus dat kan ik niet echt zeggen. Maar als wij thuis onder ons drie spelen, dan ben ik de beste verliezer, denk ik. En wat zij twee? Ik denk dat Stefan toch nog erger is. Ja, die gaat Liam zeker niet laten winnen. Sportief. Echt tof. Zeg maar, Stefan, ik heb gehoord, je gaat trouwen binnenkort. Proficiat. Ja. Proficiat, ja. Dank je wel. Ja, voor wanneer is het? Voor september. Ja. En hoe heb je het gevraagd, mijn doos bougies? Nee, toch niet. Op mijn 40ste verjaardag heb ik iedereen verrast, want ik heb altijd gezegd dat ik nooit zou trouwen. Maar never say never, hè, zegt James Bond zeker. Ja. En het is ervan gekomen. Ik heb er 40 jaar over kunnen nadenken. Maar ik heb de vrouw van mijn leven gevonden en we hebben een fantastisch gezin. En het werd gewoon tijd dat ik het ging bevestigen, ook naar mijn kinderen toe en naar mijn ouders toe. Oké. Enorm. Ja, veel geluk gewenst en geniet ervan. Bedankt om hier te zijn. Een warm applaus graag voor dit prachtige drie geslacht.